Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van maandag 30 september met onder andere... Dit weekend was World Statues, bevindingen van graafwerk in stadsblokken en Meijdenswijk... en passtelling dreigt voor de Amsterdamse weg. Arnhem stroomde afgelopen weekend weer vol met mensen die afkwamen op het World Statues Festival in de binnenstad. Aan het festival deden 102 kinderen, 87 professionals en 160 amateurgroepen mee. Dit jaar ging de publieksprijs naar het beeld Don Quixote en Sancho Panza. Marjolein Manschande met haar beeld De Vogel is gevlogen was de beste amateur van de dag. De 8-jarige Jelke Kat uit Arnhem won beide kinderen. De nieuwe wereldkampioen is de Duitse John Eiker geworden. Mevrouw, wat vindt u van de World Statues dit jaar? Ik vind het ontzettend mooi. Er zijn hele mooie beelden staan erbij, ja. Heeft u een favoriet? Ik heb wel een paar favorieten gezien, ja. Wie waren dat? Nou, eerst het boerinnenvrouwtje waar het melk uit het kannetje wegstroomt. En die andere, direct in het begin heb ik al eentje gezien. Ik vind het ontzettend gezellig. En wat vind je vandaag van de World Statues? Ik vind het eigenlijk best wel leuk, maar op het eerste gezicht toen ik hier aankwam vond ik het niet zo leuk. Want toen hoorde ik alles over Monster Jam, maar dit vind ik echt heel erg leuk. Maar je vindt het wel leuk? Ja, het is echt, ik weet niet echt hoe ze dat aankunnen, ik weet niet hoe ze het volhouden, hoe ze dat zo lang te kunnen staan, maar ik zou dat echt niet kunnen. En als wat van beeld zou jij het zelf willen doen dan? Aladdin. Hoe lang kan jij stilstaan? Ga eens even een poosje stilstaan. Nou, je kan het wel goed. U heeft een camera in de hand. Gaat u overal foto's van maken? Bijna van alles wel, maar er zijn er ook bij waarvan ik denk, nee, die hoeven niet van mij. Niet mooi genoeg? Ja, spreek je niet aan, maar ik denk dat we dat allemaal hebben. Het een spreekt je aan en het andere niet. Doet u dat ieder jaar? Het is voor mij nu de derde keer dat ik hier ben, ja. Ik kom er speciaal voor. Ik sta nu aan de overkant van de kade met mijn camper en ideaal. Wat trekt u er zo in aan in die beelden? Ja, de uitdrukking die ze vaak hebben. Al staan ze stil, ze hebben een hele sterke uitstraling en dat trekt me heel erg aan. Het is natuurlijk van wereldklasse, ze staan hier van alles. Wat is uw favoriet? Die ik tot op heden toe gezien heb, ja, dat klinkt misschien raar, maar die ze achter me staat, de Kozak. Dat is tot op heden toe de mooiste die ik gezien heb. Ik vind het hartstikke leuk, maar ook om hem te zien, zeg maar. Hij is nou al met zijn eigen onderneming bezig, hè? Krijgt hij nog een zak geld? Ik begin er wel aan te twijfelen, maar ik denk dat ik er wel aan ga beginnen, want die gaat niet goed zo. Wat vind jij ervan dan vandaag? Leuk. Wat vind je het mooiste beeld? Nee, we zijn niet overal geweest. Maar tot nu toe dan? Ja, die. Ja, toch dat bewegende beeld? Ja. Zou jij het zelf ook wel kunnen, denk je? Nee. Het wel eens geprobeerd dan? Nee. Meneer, wat vindt u ervan vandaag? Ik vind het heel leuk. Ik kom hier voor het eerst van mijn leven. En ik vind het heel erg leuk om het een keer mee te maken. Maar speciaal vanuit uw woonplaats naar Arnhem gekomen? Daarvoor. Ja, speciaal vanuit mijn woonplaats hierheen gekomen, ja. Hoe ver is dat? 2 uur met de trein. Nou, dan moet het wel de moeite waard zijn. Ja, ja absoluut, ja. In Meijdenswijk en de stadsblokken wordt nog steeds gezocht naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt er gezocht naar archeologische zaken, wel uit bijvoorbeeld de Romeinse tijd. Wij gingen een kijkje nemen. Wij zien als Arnhemmers dat er van alles gebeurt in Meijdenswijk, laat ik maar zeggen.
Wat gebeurt er eigenlijk? Wij zijn daar bezig met archeologisch en explosieve onderzoek. Dat doen we omdat Rijkswaterstaat een project in uitvoering heeft. Ruimte voor de rivier. Dat is een project om de rivier meer ruimte te geven, zodat bij hoogwater de veiligheid van de omwonenden gewaarborgd kan worden. De aannemer GMB van Noord gaat volgend jaar hiervoor hele grote geulen graven en zomerdijken verlagen. En omdat er in het gebied ook gevochten is, omdat er in de middeleeuwen mogelijk ook schepen zijn vergaan, doen wij daar explosieve en archeologisch onderzoek. Ja. Waarom is dat nodig dat de rivier meer ruimte krijgt? Het regent steeds harder in Nederland, vaker. Er komt meer water vanuit het buitenland. En we willen toch met z'n allen ervoor zorgen dat iedereen droge voeten houdt. En daarvoor is het nodig om meer ruimte aan het water te geven. En dan worden uiterwaarden daarvoor gebruikt, zodat die het water kunnen herbergen op het moment dat het hard regent en er veel water is. En de afvoer van het water sneller kan plaatsvinden. Nu even specifiek terug naar de plek in Arnhem. Je zei net, daar wordt ook gezocht naar resten van vroeger. Wat voor resten vinden we daar onder andere? We vinden daar resten uit de Tweede Wereldoorlog. De geul die gegraven wordt gaat voor een gedeelte onder de John Frostbrug door. Nou, dat is een hele bekende brug natuurlijk voor alle Arnhemmers. Die brug is gebombardeerd. Er hebben gevechten plaatsgevonden, met name aan het noorden, maar in het zuiden is ook wel iets gebeurd. Dus daar zijn we naar op zoek om te kijken van wat ligt daar, zodat tijdens de uitvoering van die geul de aannemer niet met explosieven in aanraking komt, omdat dat gewoon een risico zou zijn voor de uitvoering en voor de omwonenden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog dat er in de middeleeuwen heeft er een geul gelopen. Daar hebben schepen gevaren en die kunnen vergaan zijn. Er kunnen ook andere objecten uit de middeleeuwen daar gedumpt zijn. En die zijn waardevol omdat die een beeld geven over hoe het hier vroeger uitzag. Hoe mensen leefden en wat ze belangrijk vonden. En daar zijn we nu naar op zoek om ervoor te zorgen dat die bewaard worden. En niet straks met het graven van de geul verwijderd worden zonder dat iemand daar erg in heeft en daarmee waardevolle kennis verloren gaat. We hebben granaten gevonden, er is een helm uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. We hebben munitiekisten gevonden waar dus de munitie in heeft gezeten. Een oude fiets hebben we gevonden, maar ook aardewerk uit de middeleeuwen. Schepen hebben we nog niet gevonden, omdat we hebben nu met name naar de bovenste 2 meter gekeken. En daar heeft voor de oorlog al heel veel klei afgegraven geweest. Dus ja, als er schepen hebben gelegen op die diepte, dan zijn die nu weg. Als Arnhemmers die het allemaal zo eens bekijken nu wat meer informatie willen, wat moeten ze dan doen? Waar kunnen ze naartoe? Er is een website van Rijkswaterstaat en er is ook een bezoekerscentrum dat beheerd wordt door de aannemer, de GMB van Noord, die dat werk gaat uitvoeren. En daar kun je vondsten zien, bijvoorbeeld de fiets en de munitiekist. En ook als er nog meer gevonden gaat worden, als de veiligheid dat toelaat, zullen die vondsten hier tentoongesteld worden. En er zijn ook altijd mensen die vragen kunnen beantwoorden. Nijmegen vanmorgen voor aanvang van de wedstrijd. Dit zijn mijn oorlogskleuren, dat doe ik 1 keer per jaar als Vitesse op visite komt. Deze NEC-fan heeft zelfs op zijn onderbroek een anti-Vitesse-leus staan. In Nijmegen hebben ze vooraf vertrouwen op een goede afloop van het beladen duel. Wat gaat het worden vandaag? 2-0. Met zo'n mooi weer kan het eigenlijk niet meer stuk. En met zo'n outfit, ja toch? Het liep echter anders. Vitesse is sterker en scoort in de slotseconde de winnende treffer. Hoe trots ben je op deze overwinning? Ja, heel trots. Omdat we, vind ik, heel erg goed gevoetbald hebben. NEC is denk ik niet aan het pas gekomen. En vooral de tweede helft niet. En dan komen ze via een gelukkige goal komen ze gelijk. Maar daarvoor had het al 5-1 moeten staan, denk ik. Thuis verliezen van Vitesse. Hoe hard komt dat aan in Nijmegen? Nou, dat komt altijd hard aan. Kijk, een wedstrijd verliezen is nooit leuk. En een wedstrijd tegen Vitesse verliezen, dat is helemaal niet leuk. You know, it's we just lost it at the end, so very disappointed, but you know, we just need to keep going. Na afloop moeten de spelers van Vitesse nog wel even wachten totdat ze Nijmegen veilig kunnen verlaten. De situatie rond de opknapbeurt van de Amsterdamse weg dreigt vast te lopen. De Amsterdamse weg wordt aangepakt omdat het riool eronder oud en slecht is. Daarnaast is de bedoeling om dan ook meteen maar een vrijliggend fietspad aan te leggen,
om de veiligheid van fietsers te bevorderen op deze drukke weg. Volgens een aantal omwonenden en ondernemers gevestigd aan de Amsterdamse weg zorgt dat voor een gevaarlijke situatie op de zijwegen van de straat. En verdwijnen er parkeer- en oversteekplaatsen. Omwonenden en een aantal raadfracties willen dat wethouder Leijsink zijn plannen nog eens nader tegen het licht houdt. Zoals in eerdere uitzendingen door ons toegelicht, is er reuring rond de koopzondagen. Vasthouden aan een maximum van 21 koopzondagen per jaar of dit volledig vrijgeven en aan de ondernemers overlaten. Evalueren in het voorjaar van 2014 zoals afgesproken. Of nu ingrijpen omdat de ondernemers in de binnenstad het water aan de lippen staat. D66 is voor het voorlopige vrijgeven van de koopzondagen en veel sneller te beginnen met de evaluatie van de 21 koopzondagen. Lokale partij Trots Arnhem is tegen. De Mediamarkt heeft deze discussie aangezwengeld door iedere zondag open te blijven en dus de wet te overschrijden. Dit moeten we niet belonen. Het zet voor anderen de deur open om daar dan wat ook mee te doen. Het Montessori College is officieel Fairtrade school. Dit betekent dat de school speciale aandacht geeft aan de doelstellingen waar Fairtrade voor staat. Eerlijke handel in de wereld, met name van arme landen naar het rijke Westen. De school voldeed al aan alle eisen. De school moet Fairtrade producten gebruiken en hierover communiceren en activiteiten organiseren om Fairtrade producten weer onder de aandacht te brengen. De directrice van de school vraagt zich af waarom niet iedere school dat doet. Het is goed voor de bewustwording van leerlingen en het is dus goed voor de wereld. Het financiële plaatje rond de modebiennale van afgelopen zomer was niet zo gunstig. Een verlies van 160.000 euro. Dit was reden om de volgende modebiennale uit te stellen tot 2016. Er zijn nogal wat mensen die dit maar een vreemde stap vinden. Sowieso omdat die 160.000 euro een schuld uit de vorige modebiennale van 2011 was en de biennale van dit jaar dus eigenlijk kiet heeft gespeeld. Dinsdag 1 oktober wordt er een start gemaakt aan de sloop van de Arnhemse brandweerkazerne aan de Rietgrachtstraat. Half oktober zal het eerste gedeelte tegen de grond aangaan. Het oudste deel van de kazerne stamt uit de jaren 50, maar in de jaren 70 en 90 zijn er nog diverse stukken bij aangebouwd. De kazerne zal ondanks de sloop en wederopbouw gewoon open blijven. Hiervoor is een strakke planning gemaakt. De nieuwe kazerne zal medio 2015 klaar zijn. En dan nog het weer. Vandaag was het weer een zonnige dag. De temperatuur liep op tot zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland zwakt de wind wat af en wordt het rond de 5 graden. Morgen wordt het eveneens een heerlijke zonnige en droge dag. Met een temperatuur oplopend tot 17 graden. Oktober zal zoals september afloopt beginnen met mooi weer. Wij wensen u nog een hele fijne avond en heel graag tot morgen.